Dit is Jan Pluijten, dat is onze rondleider van vanavond, Kees Timms. Okay. Nou, we zijn er compleet. Nou, hier een kleine schildering die wel gerestaureerd is, maar die, die wel was, ja, verder wel origineel is. Ja. Dat was een beetje. Ja, hier het bekende glas en loop natuurlijk. Nou ja, verwijzing nog naar de oorlog, naar de, aan de andere kant nog van de dingen in het loop. Zo'n van klooster of zo. Ja, zijn heiligdom zit daar. Ja. Een bedevaarsplaats. Ja. Ja, zo was het. En hier hangen nog wat foto's zo. Ja. Nou, hoe de moederkerk was toen die achtergelaten werd. Dat is helemaal gestript, hè? Ja. En ik heb zelf de vloer van het middenpad. Die heb ik in mijn gang. Ach, oh, wauw. Ja, ja. Maar die lamp buiten op de container, hè? Nee, toen nog niet. Maar op een gegeven moment, ik heb mijn deel daar al een beetje op 50 genomen. Maar de rest is gewoon inderdaad in de container. Ja, allemaal schotten. Is het makkelijk los? Ja, dat mag in de zand. Laat het wel. En dit heb ik al een cement al. Ja. Maar dat is zo zachtjes. Maar ook al met de kolossen. Dit zijn de afbeeldingen. Die afbeeldingen die zijn allemaal, ik geloof ergens naar Friesland gegaan of zo. Die ramen toe? Ja. Dat is er eentje in Utrecht nog. Die is in Katerijnkoffer. Ja, oh ja, toch. Daar hangt de zaaier. De mooiste raam. De mooiste raam. Dat is van Van Beuzenkom. Ja, van Beuzenkom. Ja. Die ramen waren fantastisch. Ja, die waren heel mooi. Die waren ook van een hele bekende glazen muur. Dat weet ik niet wie dat geweest is hoor. Dat is wel grappig, want die waren dus met crowdfunding gedaan. Dus mensen betaalden dan, rijke mensen. Dus een zaadhandelaar die betaalde dan voor een raam. En die kreeg dus als thema de boer, het zaadhandel. Mm-hmm. En er stond dus keurig onder, niet geschonken had. Het was van Beuzenkom, een zaadhandel. Oh, ja. Die zat hier op de hoek. Ja. Op de Westerkade toch? Ja, de Westerkade op de hoek. Op de hoek nummer 1. En Rijk, anders kon je het niet meer. Ik kocht er al mijn zaden vroeger. Mijn vader al. Hè? Mijn vader kocht er altijd al zijn zaden. Ja, de mijne ook. Ja. Dus het is op de grond van de kerk. Ja, het gebeurt wel, hè? Want het is 1901 gaan bouwen. 1999 zijn ze gaan bouwen. Oh, okay. Nee, je hebt gelijk. 1901. Is... Het is een ruime jaar is die gebouwd. Ja, precies. Hij is vrij snel verbouwd. Ja. En dat was Tepe, dat was de architect, een katholieke architect. En er werden toen heel veel kerken gebouwd, want het Roomse geloof werd dus op alle dingen. Dat ze echt in... Tepe heeft ook het klooster in de Springweg gebouwd, hè? Ja. En die heeft er 3 kerken nu. Ja. De Willy-Brodkerk, waar je toch nog geen mis meer kunt volgen, maar die is ook in Tepe gebouwd. Ja, klopt. Ja. En de Onze Lieve Vrouwenkerk, die op de Wilstraat, die is afgebroken. Die is afgebroken. In de Willy-Brodkerk kan je geen mis meer doen, want? De Willy-Brodkerk. Nou, er is een theaterstuk gehouden waar een mis...
de mis nagespeeld werd. En dat is de priester van die kerk zo in de verkeerde keel had geschoten. Dat hij vond dat de kerk zo was ontwijd dat er dus geen erediensten meer gehouden moest worden. De kerk moet opnieuw ingewijd worden. En vandaag zou bisschop Eijk zich daarover uitspreken. Dus, vandaag? Ja, het was item op de radio. Ik heb het verschillende keer langs horen komen. Maar is de werk die in Utrecht ook heel veel kerken bijgebracht. Dat het, met alle geboortestimulering die er was, er kwam ontzettend veel katholieken bij. En er was ook een heel erg Rooms wijgevoel. Dat zou ik straks nog even vertellen. Er is een Sint Maartensliedje. Sint Maartensstrijder, vier en sterk. Als dus het wijgevoel weer even worden opgepoetst, dan komt de organist, alle registers open, trompetten erbij, zijn hele kerk bomvol. Nou, dan was je weer van maanden. Ja, en de kerk op Sint-Barbara, begraafplaats. Ja, is ook van ook. Ja, klopt. Tepe, wat zei je? Tepe. Alfred Tepe. Ja. Tot wanneer is de parochie geweest hier? In 1972 zijn er ontvolking was van de kerkbezoek, omdat er gewoon een secularisering. En er waren gewoon te veel kerken. Dus je hebt een enorme secularisering. Dat is het geloofsafval. Dus ja. Ah, ja. Dus dat er steeds mensen de kerk verlieten. En dat is in de jaren 70 gebeurde dat heel sterk. En toen zijn ze dus parochies gaan samenvoegen. En dat doen ze nog steeds. Ja, dat is, in Amsterdam gebeurt het ook nog, dat proces. Ja. Ja, ja. Maar dankzij Tepe, of sorry, dankzij De Maar, de architect, is deze kerk behouden gebleven. Anders had hij waarschijnlijk een tapijt al ingezet of wel. En als je dus vooral van de andere kant kijkt, dan is het heel bepalend voor dit deel van de kunst. Ja. Dus ik ben Tepe ontzettend dankbaar dat hij dus doorgezet heeft en uiteindelijk de appartementen. Ja. Dolf de Maar ben je dankbaar. Dolf de Maar. Ja, ook. Nee, maar je zei Tepe. Ja, nee, maar die ben ik ook dankbaar. Jawel, dat past er niet in de zin. Hij zit opgenomen, dus. Ja, terug ook. Ja. Nee, dit is wat je dus nu hebt op het Domplein, die Dom Under, iets anders. Maar, Alleen hier staan auto's en daar niet. Nee. Het zit ook alweer op de camera. Kunnen erin? Nou, toch wel 8. Hoeveel mensen mogen erin? Een lift in de kerk. We moeten alleen de laatste even op nummer 4 drukken. Hoe is het daar? Dit hebben we ook net zoals wat we daarvoor zagen met dat kruis. Dat is in de originele staat. Fantastisch. Dit is min of meer de originele kerk. En zo was dus de hele kerk.
Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen die hier wonen, dat die als plafond ook dit hebben. Dus die, die kunnen niet een schilderijntje op hangen. Door de bak heen en daarachter het altaar van de kerk. En dat is dus deze plek. Dus, maar daar zijn we iets over. Maar in principe is deze plek de plek de klok. En dat heb jij nog gezien op wat je mee. Je hebt dat gedaan, is de klok. Ja, dat is leuk. Er stond ergens dat het... Nee, Jos Vogelpoel zei dat hij van hoog gehoord had dat het altaar in stukken op een container had gelegen. Maar het is verplaatst in Oorschot. Het is, ja... In de... Steekjes achter. Als iemand overleden was, dan hebben die mensen dus bij begrafenis om opgebaard. Dat dat niet thuis kon, zei Bekkers van, dat doen we in de kerk. We mogen in de kerk staan. Ja. Maar dat was dus hier. Ja. 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 Niet s'nachts af en toe dit wat dit zo wijze vindt. Nee, maar nou, toen hebben we nog een keer een Jozef beeldje gekregen van die en dan hebben we die tekening, die schildering die daar zit. Die hebben we dus ook weer teruggevonden. Ja, er zit eigenlijk allemaal. Dit was oorspronkelijk was dit een berging. Deze ruimte hoorde helemaal niet bij deze woning. En toen ben ik. Ja. Hier kan je hoofd stoken. Pas op. Ja. Ja. Ze zit er aan. Ja. Even vooruit. Kijken. Dit is heel laag. Hier denk ik op het hoofd. Oké. Van de buurt. Ja, lekker een trap. Mooi, ja. Ja, dit is ook te gek. Ja.
Gaan we hier naar boven? Wat willen jullie, eerst de poort luiden of eerst naar boven, echt naar boven? Nu gaan er twee op en dan weer twee af. Ja. Je stapt er op een vondetje en dan komt er een tweede laddertje. Oh. Als er een naar beneden gaat, moet je niet even zeggen dat een stoel op je naar beneden gaat. 1948, volgens mij. Ja, dat is dus na de oorlog. Nou, je moet hier geen harde toeristen mee naartoe nemen. Nee, precies. Dit gaat net zo. Ja. Nou, in de Zuiderkerk in Amsterdam heb je dit ook, hè? Ja. Nieuw en zo. Ja. Mag ik het zeggen. Nou, dank. Jo. Een avontuur. Ja. Oh, deal. Ja, is het allemaal wel echt een single? Hi. Vertel eens wat over. Nou, dat is dat we... Toen de Duitsers de klok kwamen halen, ja. Mijn zus heeft het nog beneden voor de kerk zien staan. Toen werd dus deze tractuur was verder overbodig geworden, dus die is uit de toren gehaald en hier neergelegd. Dus die ligt hier al sinds 1943. En dan zie je dus dat er een rechte luidas is. Dat houdt dus in dat hij waarschijnlijk vliegend geluid heeft. Nu hangt er een krukasje. En je ziet dat er een kroontje is ingehakt in de as. In de luidbalk. En dat houdt dus in dat de klok waarschijnlijk een kroon heeft gehad. Schijn is op het luidwiel. Dat is het luidwiel. Dat is het luidwiel, ja. Ik weet niet of die van die klok is. Ik kon schamen, want ik heb die klok, ja, als kind heb ik hem honderden keren geluid. En ik kon hem niet goed krijgen. Dus bij mij ging die toch ping-bang, ping-bang. En bij Karin wordt binnen. Nog niemand. Ja, maar die is nog op de bovenste trap. Ja, dus, die tijd zat nog. Je hoort het. Ja, er zit een ding aan de trap. Je hoort hem wel. Er zit een ding aan de trap. Dus die hele kabel, die trekt mee aan die klok. Dus de klok is eigenlijk in verhouding veel te licht voor zijn magnetron. Daar komt ze. Ja. Dus hier luidt het veel meer puur natuur. Dit is voor natuur. Ze is al op die... En daar werd hij dus in bedwang gehouden door het schuiven van de kabel. Ja. En daarom toen die kabel brak, toen ging die klok als een dolle aan het klok. Dus daarom hoorden de kosten dat er wat fout ging. Want in één keer begon die klok heel hard te pingelen, weet je wel. Maar dat kwam omdat hij vrij was gekomen. Die kon dus lekker zijn gang gaan. Heel lang door natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik noem maar in de kantoor.
Ja, maar de eerste moet eerst beneden zijn. Ingrid doet dat heel goed, die houdt de hand aan de treden. Dat is heel goed. Ja. Ik vind het jammer dat ik dat niet sluit. Dat is niet goed. Oh ja, 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 nee, maar goed, dat is. Ja. We gaan er. Maar waar is Kees dan? Daar komt hij. Oh, daar komt hij. Nee, ik was even bang dat Kees niet voelde. Ja. Ik blijf wel logeren. Ja. Dat zou het beleven zijn. Nou, trouwens, 2 jaar geleden, toen zei Johan van de Hurk tegen mij, ik heb die gebouwd, die zit allemaal op. En ze zitten nu nog op. Dus, Johan gaat er in het kantoor mee, en al die koude koers vastgekeken. Ja, dat houdt print, hè. Ja, maar die balkbouw zit er los. Dus er zit allemaal bout in die balk. Met moeren erop. Waar de koers? Nee, maar het is de stoel. Oh, ja. Je zit met verbinding, hè. Maar het is, maar die zit allemaal los. Dus die boeren zitten allemaal los. Ja. Ja, ik heb er ook een paar vast zitten draaien met. Oh, dus, zullen jullie al aan de bouten aangedraaid zijn? Ja, nee, dat gaat morgen, denk ik wel even. Ja, ja, nee, ik, vind het, ik vond het opmerkelijk dat Johan dat nog maar even zei vorige week tegen mij. Ja, als je Jan spreekt, moet je even zeggen dat die bouten los zitten. Die zitten al lang vast, weet je. Maar je hebt een redelijk grote sleutel nodig. Van de kloppenstoel. Ja, ik weet het. Ja. Oh, dat ken ik. Door het luiden van de klok trilt het dan los. Oh. Ja, 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 zeker. Nee, ja, hij houdt het print, hè? Ja, precies. Dus, ja. Nee, maar op de duur kunnen ze gewoon vanaf vallen. Als je een beetje tegen zit. En wat zou er in het ergste geval gebeuren? Ja, dat ja. Ja, het zal niet uit elkaar vallen, maar in ieder geval, het is niet chic om de dingen niet aan te drijven. Nee. Nou. Je hebt de rest al laten zien. Ja, ik heb dus. Ik had een verhaal al meegemaakt. Ja, ja, ja. En ik zou jou nog even het schilderij sturen, wat een van onze luiders gemaakt heeft. Oh, ja. Ja. Vanuit de. Op zijn herinnering van wat hij in de toren gezien had naar de Nicolaaskerk toe. Ja. Een heel mooi ding. Nou, er komen nu wat luiden toe. Hè? Ja. Zijn er mensen die zich... Je moet hem even van het haakje halen. Ja, nou, het is vrij klein. Hè? Ja. Is een, kom het op, hoor. Zal ik eens eerst eventjes... Nee. Nee, als je maar niet te hoog houdt. Nee, ik heb dit ding heel vaak gemaakt. Het gaat zo licht. Ja,
Zijn we allemaal geweest? Ik wil nog. Dan moet je even snel komen, want nu is die goed, hè? Hoor je dat? Ja. Ja. Hij zit nu heel zachtjes aan twee kanten. Niet gehinderd doordat mensen eraan gaan trekken. Nee, nee. En dat langzamerhand de klankhoogte is. Ja. Hij zit hier wel, dus dat zou Jan niet zo moeten doen. Dat is niet tegen de dichtheid. Oh ja. Nou, poppetje gezien. Prachtige klank. Ja, prachtig. Tom, hier is ook wel een hand, hè? Ik denk dat jij de... Zo, zal er aan denken. Maar daar beneden is makkelijker dan naar boven. Ja, pas op hier, hè? Maar het is een stuk lekkerder dan de cd. Oké, oké. Okay. Maar kijk vooral even op het etiket, want daar verkoopt die halve stad vooraf gelopen. Oké. Okay. Oh, kijk. Oh, wat leuk. Ja, heel mooi. Ja. Het is maar prima. Ja. Oh, oh god, wat mooi is, hè? Oh, wat leuk, ja. Dat is mooi. Oké. Oh, ja. Geweldig. Ja. Dankjewel. Kom maar. Een beetje lukjes. Hoi, dat is het. En hoe